4. Oh. Ja, ja. Ja? Oké, okay, dus en dat is... volgt u de borden. Nou, oké, okay, ja, ja. 4. 4, ja, ja, 4. Ja. Het leven van deze taxichauffeur heeft geen richting. Niet op straat, niet in een ziekenhuis. En gynaecologie is ook wel een heel lastig woord. Hey! Snel! Jo, snel! Oh, ziekenhuis! Oh, ziekenhuis. Niet goed. Ja, nee. Het gaat niet goed. Komt u maar. Mijn vliezen zijn gebroken. Oh, mijn vliezen zijn gebroken. Oh. Glijd jullie maar zo in. Oh. Prima. Ziekenhuis, hè, zei u? Ja. Toch? Ja, ziekenhuis. Ziekenhuis. Naar welk ziekenhuis had u precies gewild? Dat maakt niet uit. Prima, dan doen we gewoon de dichtstbijzijnde. Ja, centrale hier, de 144. Ik heb even een spoedje naar het ziekenhuis. Centrale voor 144, begrepen. U had dus niet een specifieke voorkeur voor een ziekenhuis, hè, geloof ik? Nee. Nee, ja. Volg gewoon de borden ziekenhuis, dan komen we er vanzelf. Prima, dan doen we dat. Ziekenhuis, ja. Zijn we nog steeds niet? We zijn er bijna, hoor. Het is echt een fluitje van een cent. Naar rechts, lul! Er staat toch ziekenhuis met koeienletters! Oké, dan gaan we hierheen. Wat is dit, zeg? Wat is dit, in godsnaam? Yo, je kan toch hier stoppen? Ja, hier? Ja. Ja. Oké. Nou. Ja. U bent er. Ja. Ja, u ziet het bedrag op de meter, juffrouw. Wat? Je gaat me toch niet alleen laten nu? Niet meer lopen. Ja, ja. Ja. Zo. Even volhouden, mevrouw. Ja, ik denk dat wij naar de verloskunde moeten. Ja. U bent de man van mevrouw? Nee, ik ben de taxichauffeur. Mijn wagen staat voor de deur. Die gaat met de lift naar de derde en u volgt de bordjes. Oh. Gaat het? De lift naar de derde en dan hier, volg ik de bordjes. Bordje fijn dat u even helpt. Zo, ja. Hier is een bord. Ja. Worden we ook niet veel wijzer van natuurlijk. Dit is de lift. Ja. Even kijken hoor. Verloskunde. Nee, even. Je bent hier nou links gegaan. Ik ben links gegaan. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Ja, ja, dat gaat wel lukken. Gaat het nog? Nee. Oh, hier naar rechts. Ja, weet u misschien de verloskunde? Ja, doorlopen en dan links. Oh, dit is 4. Ja, dit is 4. Oh, dit is 4. En dan de borden voor. Dank u wel, dank u wel. Zou jij misschien de tas even kunnen dragen? Want ik heb het echt een beetje... Op een gegeven moment wordt het zo zwaar. Verloskunde. Op 4. Op 4. Op 4. Nog even volhouden, we zijn erbij. Wat een gehannes. Nou, even kijken waar we zijn. Eén etage hoger en dan het volgende. Weet u misschien de verloskunde? De verloskunde? Verloskunde. Ja, volgens mij moet u dan een verdieping hoger. Een verdieping hoger. Ik ben kapot, weet je dat? Ik ben helemaal gesloopt. Mijn wagen staat hier voor de deur. Oh, de lift. De lift. Oh, ja, te laat. Ja? Is dit
Verloskunde. Oh, ja, daar bent u goed. Ja, oh, gelukkig. Ja, dat ziet eruit als een spoedgeval. Gaat het? Ja, dat is een behoorlijk spoedgeval, dit. Oh, oh, oh. Bent u de aanstaande vader? Nee, ik ben taxichauffeur. Taxichauffeur? Ja. Weet Moet u er ook zijn, hè? Ja, zeker. Is de vader aanwezig, dat u weet? Niet dat ik weet, nee. Oké. Ja, dan moet ik dit een beetje aan u geven. Ja. Ik moet weer terug naar mijn wagen, eigenlijk. Oké, en waar staat hij? Ja, bij de hoofdingang. Weet u hoe u daar moet komen? Ik heb echt geen idee. Oké, even terug naar de grote hal en via de bordjes uitgang volgen. Dan ga ik verder met mevrouw. Succes. Bedankt voor het brengen. Grote hal en dan de uitgang volgen, ja. Dat is nu juist een beetje het probleem. Lezen, schrijven. Voor veel mensen is het lastiger dan je denkt. Problemen met taal. Daar zijn simpele cursussen voor. Kijk op www.rotterdam.nl/taal. Volgende week in Taal Gehannes. En floep woep, zo vliegt mijn rokje omhoog. De hele tram die zag het gebeuren. En het was een gedoe en een Gehannes en zo. En ik stond daar gewoon in mijn blote poenani, hè? Poenani, heb je dat, Bruinsma? Heb ik. Gaat u verder?